Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij, van Karine van Blondie Beauty Fashion. En ja, ik neem jullie dit weekend weer mee. Dit weekend, wat gaat er allemaal gebeuren? Ik ga zo meteen met mijn beste vriendinnetje en haar zoontje en Niels even in een cafeetje lekker zitten. Oma blijft bij Edin. Dan komen daarna de ouders van Sven Niels ophalen. Want Niels gaat morgen met mijn schoonmoeder naar Smurfen de Musical. Daar wilde hij heel graag heen. Ik geef geen idee waarom, want hij kijkt nooit naar Smurfen. Maar dat hoeft al maanden, dus ze gaan er heen. Dat was in Zeeland. Heeft hij een keer een filmpje ervan gezien, dan wilde hij dat. En daar gaat hij heen. Dan gaat Sven morgenavond of morgenmiddag ook met Elin die kant op. Want Sven gaat dan met vrienden afspreken. En dan gaat Elin ook die kant op. En dan komen ze zondag weer terug. En ik heb morgen een heerlijke beautybehandeling bij Soap. Ik had van een vriendinnetje cadeau gekregen. Dus ik dacht, nou, dat is fantastisch. Dat gaan wij doen. Dus ik heb lekker schoonsbehandeling. En misschien wil ik nog even met mama de stad in gaan. Morgen ook weer sporten. Ik heb gisteren ook gesport. Ik heb spierpijn. En ja, dat voor dit weekend. Dus ik neem jullie mee. Dit is mijn outfit van vandaag. Deze trui met die leuke achterkant. Van Oli. Deze broek is volgens mij van Stradivarius. En dan heb ik mijn verder en verder kettingtje. Dat kan je beter zien, denk ik. Om horloge van Kluze en een armbandje van Ezos. Dus dat is mijn outfit. En dan ga ik zo lekker naar een cafeetje toe. Ja, we zitten een bananenbroodje te eten, wat er iets chiquer uitziet dan verwacht. Nou, het was heel gezellig, even een theetje gedaan en nu is Sven leuk met de auto naar zijn werk gegaan. En die heeft niet helemaal bedacht dat wij de autostoel nodig hebben. Of dat wil zeggen, Niels in de autostoel mee met Sven's ouders. Dus dat is heel fijn. Dus ik heb al rondgebeld aan vrienden die in de buurt wonen, maar die hebben allemaal of nodig dit weekend of die hebben kleine kinderen. Ik heb de autovuur hier in de buurt al gebeld, maar die vuren geen onze auto's toe. Dus ja, ik denk toch maar dat of ik hem het ga brengen. Maar mijn schoonouders zitten dus al in de auto, anders hadden ze het natuurlijk anders aangepakt. Maar ze zitten al in de auto, dus of ik ga hem in de trein brengen of zij hebben nog een briljant idee, ik weet het niet. Maar hoe handig is dat zij dus ook al onderweg zijn. Nou, top dit. Nou, we zijn inmiddels weer een paar uur verder en we hebben maar besloten, mijn schoonmoeder bleek geen OV bij ze te hebben, dus de trein was ook geen optie. Ze hadden gezien, ja, om nou jou heen en weer te sturen met die trein is ook een beetje onzin, een beetje duur. Dus, nou, en Sven was sowieso, is hier laat, maar we hebben maar afgesproken, zij eten gewoon hier. Zodra Sven er is, heeft het stoeltje over en dan kunnen zij gewoon gaan, maar dan hebben ze gewoon gegeten. Dat is het. Zij zijn nu even naar buiten. We hebben ook Elin meegenomen. Ze zijn even boodschapjes doen. Want ik had al eten, maar niet voor vier. En ook iets wat Niels niet per se denk ik lekker vindt. Niels doet altijd, als er heel veel losse kruiden in zitten, zoals peterselie of zo, dan gaat hij al die blaadjes uitlopen hengelen. Dat schiet niet erg op. Dus ik ga even de zwijnenstal hier aan kant maken, zodat we hier zometeen gewoon lekker kunnen gaan eten. We zijn aan het koken. Bloemkool. Oh, die gaan lager. Aardappels. En zo meteen visje. Dat de Beppie ligt lekker te spelen, hè? Ja. Ja. Goedemorgen, het is zaterdag. Het is een beetje een zooitje achter, maar voor me is het prachtig opgeruimd. Zo. Oep. Echt. En het is echt a different girl gewoon. Die is echt de afgelopen twee weken of zo vrolijk. Ze wordt zo wakker en zo gaat ze ook naar bed. Dus dat is echt natuurlijk haalt zijn poel. Het lijkt ook een baby, maar het is niet te vergelijken met de tijd daarvoor. Even lekker een doekje, lekker een lapje eroverheen. Maar we hebben allebei wel een hele nare hoest. En Niels trouwens ook. Een hele nare hoest. Maar ik heb bij haar wel zoiets als het maandag nog zo is, dan moeten we misschien even naar de huisarts. Want is niet fijn. Ik hoorde ook echt een beetje zo piepen vanochtend, weet je wat? Dat je denkt, nee, yeah. Ik ga dit eronder doen.
extra rompertje eronder doen. Ik heb kortsluiting. Ik ga namelijk dit aandoen, dit rompertje. Met stipjes, vind ik wel gezellig. En dan is dit een soort overgooiertje, een jurkje. Wat aan de achterkant een openingje heeft. Eigenlijk dit lengtje onder hoort. Deze. Super schattig. Dan zie je dit bij de billen. Maar, omdat ik dacht, het wordt wel heel erg stipperig. Dus ik dacht, ik doe er gewoon een blauw lengtje onder. Maar zal ik dan nog onder deze op dit rompertje houden of niet? Misschien een beetje veel. Maar ja, het is misschien ook weer te koud anders. Nee, we doen deze uit en we nemen een wessie mee. Voor het gevoel dat het te koud is voor mevrouw. Zij is wel een stuk minder warmbloedig dan Niels. Niels heeft het altijd warm. Dat idee heb ik bij haar zeker niet. En dan is dit het resultaat. Hier het rompertje. Een soort jurkje. Lekkertje. Sokkies. Lekker hoog opgetrokken. Hè? Dan laat het tenminste zitten. Nou, prummel. Ja. Mijn ontbijtje. Ik heb lactosevrij yoghurt met banaan. En deze... Oh, even zitten hoor. Deze krokante muesli van Albert Heijn. Ik weet het heel anders. Ze hebben daar nu bordjes zeg maar, met wat laag is in suiker en midden en hoog. En dit is dus laag in suiker, maar wel krokant. Vind ik wel lekker. Maar er zit nog een klein beetje granola van de Hema doorheen. En een kruiden thee van de tuinen. Dus geen idee hoe die heet. Maar mijn stem verdwijnt. Dus dat ga ik even lekker eten. En dan snel omkleden. En dit is mijn sportoutfit. Deze broek van Nike. Gewoon een simpele zwarte broek. En dit is een shirtje van Adidas. Zeg maar achterop. Ik weet niet of ik het kan zien. Achterop staat het logo. Maar dat staat zeg maar aan de binnenkant gedrukt. Ik ben helemaal niet van logo's overigens. Ik wilde wel altijd wel een keer een Nike broek. Omdat ik daar goede verhalen over hoor. Dat ik niet afzak en zo. Dit is... Ja, dus dat hier zo'n band met... Geen idee wat erop staat. Nike Pro. Deze was in de aanbieding bij Weekamp. Ja, dan kan ik het een keer testen. Dus ja, dit. En toen zag ik toevallig dit shirt open. Die vond ik wel mooi. Dus ja, dit is mijn outfit. En dit zijn mijn Nike schoenen. Heb ik al heel lang. Op naar de sportschool. Wij zitten bij de snackbar. Vol vegan. Mama heeft een mooie kaassoufflé. Een lommetje. Een kroonlommetje. En ik heb de snackbar burger. En benieuwd. Zo, ik ben weer thuis. Ik moest heel hard fietsen, want de boodschappen worden zo bezorgd. En mijn behandeling liep wat uit. Want ik ben helemaal vergeten te filmen. Maar ik had dus net een behandeling bij Soap. Ach, heerlijk. En mijn wenkbrauwen weer even gedaan, zoals je ziet. En dat was heel chill. Heel, mijn schermpje. Zo. Hey, middens. Ik ben niet op de zooi. Ik zal even opruimen. Het was heel chill. Ik had een high intensive behandeling. En dan krijg je ook een meting van het vochtgehalte in je huid. En dat was bij mij echt subliem. Ze zei iets van tussen de 0 en 25 is laag. Tussen 25 en 35 is volgens mij gemiddeld. 35, 50 is hoog. En dan boven de 50 is super hoog. Ik had... rond de 49, 48 in mijn gezicht en 39 op mijn décolleté. Dus dat was echt wel super goed. En na de behandeling was het allemaal boven de 50. De eentje zelfs 61. Ze zei nou, dit zie ik echt bijna nooit. Dus nou, top. Ik zeg, ik drink ook heel veel, water en thee. Dus het was heel fijn. Ik vond sowieso mijn huid heel goed voor mijn leeftijd. Dus dat is... Heel prettig, dus daar kan ik weer jaren mee door. Nou ja, mijn wenkbrauwen ook even gedaan. Dus ja, het was allemaal heel relaxed. Ik heb nu ook een soort masker iets op, wat ik op kan laten zitten. Dacht ik wel, ja, het is wel jammer dat ik nu nog mijn mascara eraf moet halen. Maar goed, dat ga ik zo eventjes doen. Sven zei dat Elin een beetje de ouderwetse Elin was met heel veel huilen en zo. Dus dat was een beetje sneu. Dus ik hoop dat het zo beter gaat. Die is nu in Zwolle bij mijn schoonouders. En ja, de boodschappen komen, dus ze kunnen dus elk moment komen. En dan ga ik even eten, want ik heb best wel honger. Ik heb trouwens nog één truitje aangeschaft. En granola, spectaculair. Maar truitje bij de Cotton Club. Even laten zien.
Hallo. Hallo, kom ze maar uit hoor. Helemaal. Ingepakt, jullie schommelen een beetje. Ik sta op een lamp. Sorry. Deze. Is een bordeaux, een beetje bordeauxrood truitje. Een beetje open gehaakt met een glancy. Dus, vond ik heel leuk. Dat is de enige. Verder heb ik alleen maar canola. Dat is mijn weekend treat. Ja, ik zie dat de picknick nu voor de deur staat. Dus ik ga open doen en boodschapjes uitpakken en koken. Zoals je hoort stroomt het bad. Ik ga zo heerlijk in bad. Ik heb een bruisbal gekocht vandaag. To treat myself. En het is de Sakura badbom van Lush. Ook vond trouwens hier het briefje wat ik kreeg met mijn waarden, mijn vochtpercentages voor en na. Magic. Dus ik ga lekker in bad. Net was hier een meisje wat zwangerschapskleren van mij heeft overgekocht van Marktplaats. Ik heb niet echt de kracht meer om alles op Marktplaats te zetten. Ik had een deel gedaan, toen was ik er klaar mee. Daarvan heb ik ze nu een deel verkocht. Maar ik heb best wel veel. Mocht jij nou echt denken, ik heb jouw zwangerschapsvideo gezien, ik ben nog zwanger en ik wil heel graag wat kleding van jou, want ik vind je stijl leuk of zo. Doe eventjes een DM'tje bij mijn Instagram. Mijn Instagram is @karinwenink. Dan denk ik dat ik het nog even bewaar tot ongeveer een week na deze video. Dan kunnen we dat even doen. Ik heb gewoon geen zin om het allemaal nog op Marktplaats te zetten. Het is voor een super schappelijke prijs. Want ik vind het vooral belangrijk dat het gewoon naar iemand gaat die er plezier van heeft. De meeste kleding gooi ik in een zo'n zak voor Max, hoe dat tegenwoordig ook heet. Gewoon zo'n ding voor gewoon, op straat waar je kleding in kan gooien. Maar ik dacht zwangerschapskleding is zo lastig om leuke dingen te vinden. Ik heb t-shirtjes, shirts met driekwart mouw, shirts met lange mouw. Ik heb best wel veel jurkjes al verkocht, maar ik heb er ook nog best wel een aantal. Heel veel spijkerbroeken, vooral met die band onder de buik, wat ik dus heel prettig vond. Omdat ik dat over de buik helemaal niet prettig vond voelen. Dus mocht je dat willen, die zijn sowieso lastig aan te komen. Dus wil je dat? Ik heb over het algemeen maatje S, soms een M. Maar meestal een S en van broeken dus ook zoiets. Jullie kennen mijn postuur. Mijn broek hangt op 6:30 trouwens. Dit is heel charmant dit. Zo, ha? Zo, ja leuk. Het ziet er allemaal niet uit nu. Maar dus een beetje, mocht je nog echt iets willen, laat het me echt even weten. Want dan kan ik gewoon even wat foto's opsturen of zo. Maar ik heb gewoon niet meer de kracht om het allemaal via Marktplaats te doen. En anders ga ik het gewoon weggeven. Ja, ik heb nog een paar vriendinnetjes waarvan ik weet, die gaan op een gegeven moment ook wel weer broeden of überhaupt broeden. Ik wil het ook gewoon een beetje opruimen. Dus. Genoeg daarover. Bel je of wil je meer informatie? DM me eventjes op Instagram, dan komt het goed. Ik ga nu lekker in bad met deze bruisbal. Ik laat natuurlijk even zien hoe die eruit ziet. Ik kreeg trouwens echt een mega cute filmpje van Niels. Echt fantastisch. Dus helemaal blij. Alleen Elin schijnt gewoon niet echt in haar hummetje te zijn vandaag. En toen zat ik te kijken en zit ze midden in de grote sprong der sprongen. Dus dat zal misschien zijn. Maar goed, daar schijnt ze dus al anderhalf week of zo in te zitten. Maar Sven zei dat ze gewoon ongeveer niet had geslapen. Goed, ik ga deze erin doen voordat mijn bad vol is. Goedemorgen allemaal, het is zondag en ik heb een fout gemaakt. Ik zou toch zweren dat ik vlog nummer 100, al had gemaakt en had geüpload, maar blijkbaar niet. Ik weet niet what happened with my brain, dus die ga ik nu als de razende Rita maken. Maar het is al 10 uur oude tijd, het is dus 9 uur nieuwe tijd. Zo, jongens. Ja. Dat gaat top. Ik heb wallen tot mijn knieën, want uiteindelijk kwam ik tot de conclusie gisteren, toen ik net lekker in bed lag, all snowed up, dacht ik,
ik heb helemaal niet gekolft. En toen moest ik dus nog gaan kolven. En uiteindelijk dacht ik volgens mij om 1:30 of 2:30 zo in bed. Want ik had namelijk dacht, nou, ik heb een uurtje extra. Kijk nog een extra filmpje, maakt het mij uit. Tijd van mijn leven. Maar ja, toen kwam dat er nog eventjes bij. En daarna kon ik ook niet meteen in slaap komen. Dus ja, nou ja, top. En toen werd ik dus wakker vanmorgen. Het was 7:15. Nieuwe tijd. Het is vandaag dus de wintertijd ingegaan. Ik heb het niet eens gezegd, geloof ik. Maar goed, in ieder geval. Dus het is allemaal 7:45 normaal. Maar ja, dat is natuurlijk niet genoeg slaap, hè? Nee, maar goed. Toen dacht ik, ik ga nog even proberen te liggen. Maar dat werkt bij mij niet. Dus. Ja, dus ik ga nu heel snel aan de vlog beginnen. En ontbijtje. En kolven natuurlijk. Fantastisch. Altijd. Ken je dat je het zo koud hebt, dat je blij bent dat je de warme was uit de droger kan vasthouden? Mm. Ja, ik heb het dus echt heel koud. ik heb zojuist voor het eerst de verwarming weer aangezet. Het moet echt niet gekker worden. En ik heb dus een hele fijne trui aan. Deze van Bershka. En dat is echt een van mijn favoriete truien. Maar ik denk dat het iets niet goed is gaan was, want hij is ineens echt veel korter en minder... wijd, zeg maar, dan wat hij was. Dus ik heb net gekeken, hij is van Bershka. Ik ga nog even kijken of ik hem online nog kan vinden, want ik vind het echt een fantastische trui. Het is ook echt een hele behagelijke trui die niet jeukt. Dat is voor mij redelijk cruciaal. Dus ik ga gewoon kijken of ik hem nog heb. Ik heb misschien toch dat hij met de hand moest en dat ik dat niet goed heb gedaan. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval had ik dat even checken. Een beetje gek misschien, maar ik vind hem gewoon heel, heel fijn. Dus dat. Inmiddels staat mijn vlog gelukkig online. En ik heb geen idee. Ik zal eens kijken of ik nog iets van Sven heb gehoord. Oh, ik moet even mijn Sven's ouders bellen. Oké, ga ik even doen. Goed, dat terzijde. Ik weet niet van Sven. Ik ga hem maar eens eventjes bellen. Yes, ik heb hem gevonden. Hij heet trui met ronde hals. Ik heb hem eens rond gezocht, want hij stond niet bij de truien. Maar I found it. Dus ik ben helemaal blij. Ik zie dat ze nog meer... Nou, dat vind ik niet zo. Oh, grijs ook wel lekker. Nou, goed. Anyhow. Ik heb hem gevonden. Daar ben ik heel blij om. Oh, ik vind het zo koud. Het is dus het nadeel van dat wij een extra kamer hebben gemaakt, is dat de was nu in de woonkamer staat. Yep, nou ja. Dat is het leven. Trouwens favoriet van Elin nu. Een ongestreken hydrofiele doek. En dan zit ze dan de hele tijd zo mee. Zo. Zit ze lekker. Dus deze is voor Elin. Ik vind al degene waar zeg maar, iets op staat het leukst. De meeste die we hebben zijn wit. Maar dit is dan wel leuk. Gewoon dat het een beetje contrast heeft. Ik zie dat mijn batterij leeg is. Die ga ik nog even snel ophalen voordat de kids thuis komen. Dan misschien zo nog eventjes... wat filmen. Oh, en wat ik ga doen nu. Zo. Ik heb trouwens sloffen aan voor het eerst in tijden weer. Ik heb iets gemaakt. Waar is het heen? Waar wil jij heen? Oh, hier. Ik heb hem inmiddels alweer iets aangepast, maar ik had het al geprint. Het is een schema met hier de dagen en hier de eetmomenten, ontbijt, snack, lunch, snack, avondsnack. Ja, ik snack graag. Nou nee, dat is niet waar, maar snack is gewoon, kan ook een appel zijn. Hè? Ik bedoel. Workout en ik wil hier dan, en ik heb hem dus nu al iets aangepast, want nu zie je hier geen strepen. Dat vond ik irritant, dus dat heb ik nu gedaan. Ik heb ook iets donkere kleur gemaakt. Maar hier wil ik een beetje gaan opschrijven per dag wat ik ga eten, want... dat helpt mij. Ik heb weer bananenbrood in de oven zitten. En ik maak dat dus altijd. Ik weet niet of ik het al eerder heb gezegd. Ik heb volgens mij wel geroepen. Maar het is van Personal Food Coaching. En dan is het gewoon het basis bananenbrood.
En wat ik dan vaak erbij doe is kokosrasp. En nu heb ik er dan tevoren rozijnen bij gedaan. Dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Voorheen deed ik heel vaak nootjes, maar dat vind ik met Niels niet zo handig. Omdat ja, dan moet je natuurlijk wel heel goed kauwen. Oh ja, ik geef het ook wel eens gewoon aan hem mee, zeg maar. En dan nou ja, vind ik het gewoon fijn om ze niet naar het kind af te blijven, hoor. Maar als je bijvoorbeeld wel ouders iets gaat doen, zo, dan vind ik het gewoon fijn dat er geen nootjes in zitten. Gooi je wangen. Maar goed, anyway, dat maak ik dus heel vaak. En ik ben er inmiddels zo getraind in dat ik het soort van uit mijn hoofd kan. Ik heb gewoon slecht geheugen, dus ik moet soms wel eens iets van, was het nou één theelepel van dat of één theelepel van het andere. Maar in ieder geval kan ik het praktisch uit mijn hoofd en heel snel. Ik ben denk ik nou maximaal, maar dat is echt maximaal. Ik denk dat ik eigenlijk 5 minuten bezig ben. Het enige wat je nodig hebt, zeg maar vers, is eieren en banaan. Dus nou ja, dat is niet veel. En de rest heb ik gewoon zeg maar in de kast liggen. Dus kokosmeel, kokosolie, dat soort dingen. Wijnsteenbakpoeder. Maar het is echt heel makkelijk, heel snel. En dan doe ik het dus, er staat in het recept geloof ik iets van 50 minuten. Maar dat is in een cakevorm. Maar ik doe het in zo'n siliconen muffinvorm. En dan moet het korter. Dus ik doe het altijd 35 minuten op 180 graden. Dan is het perfect. Dus ja, echt een hele fijne tip voor een gezonde snack. Morgen ga ik energy balls maken. En Willem is er weer. Ja. Ik vind nog een beetje rode wangetjes hebben. Dus ik ga even temperaturen. Het kan zijn dat ze gewoon te warm gekleed was in de auto. Maar het kan ook dat ze kort, want ze heeft echt een vreselijke hoest. Ik twijfel of ik daarmee naar de dokter moet. Even kijken. Waar is die thermometer? Ja, dat was gelukkig allemaal oké. Okay. Jos en ik zijn aan het bouwen. Ik heb gewoon het Duplo boekje gepakt en we zijn maar een beetje vrij dat ik dit ga namaken. Niels woont trouwens in dit Turtle Festival. Ik heb van een collega gekregen. Dat is van haar zoontje zoals ik vind het fantastisch. Om te vieren dat mijn 100ste vlog online staat, wilde ik even een leuk filmpje, zo'n boemerangetje maken voor mijn Insta Stories. Want die doet het weer, woep woep. Ik heb even een bananenbroodje versierd met slagroom en spikkeltjes. En die ben ik ondertussen al aan het eten. Ja, mijn Insta Stories doet het weer. Wat een ontzettend fiesta. Ik heb geen idee hoe het kan, maar ik ben er in ieder geval heel blij mee. Ik weet niet hoe lang, ik durf er niet op te hopen, maar hij doet het weer. Dus ik ga mijn taartje even opeten en dan zo Boer zoekt vrouw kijken. We hebben trouwens Niels wekker een half uur eerder gezet. Dus dat schaapje een half uur eerder ging slapen. Zodat hij dan om 7 uur naar bed ging. Dus dat is eigenlijk. Dat is dan eigenlijk 8 uur. Dan is het dus niet. Nee, je snapt het zo uit wintertijd. Goed, dat dus. Dus ja. Taartje eten. Wij zitten lekker op de bank en gaan nu een afleveringetje Ozark kijken. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!